Ja, het is deze maand oktober, de maand van de geschiedenis. Die staat in het teken van geluk. En historicus Maarten van Rossum die gaf speciaal voor de gelegenheid een lezing over dit thema. En hij is hier ook te gast. Welkom. Dank. Meneer van Rossum. Ja, we horen net, het laatste nieuws, dat Spanje het Catalaans parlement ontbindt. Vandaag werd natuurlijk bekend dat de Catalanen de onafhankelijkheid uitriepen. Draagt u het een warm hart toe? Eerst over dat laatste nieuws. Nee, het lijkt me echt een krankzinnige onderneming. Ten eerste hadden ze dan een vrij omvangrijke autonomie. Je mag Catalaans spreken, een eigen regering, een eigen prime minister, een eigen budget enzovoort. Kennelijk waren ze daar nog niet mee tevreden. Ik zou zeggen, ga dan in onderhandeling met de centrale overheid en kijk of er iets meer ruimte in zit. Omdat je weet natuurlijk dat de zelfstandigheid voor Catalonië binnen Europa een volstrekt onwaarschijnlijk scenario is. Ja, nou ja, naast u zit de Spaans-Catalaans-Nederlander Miquel Marsabal Galano. Miquel, blij dat de onafhankelijkheid is uitgeroepen of net als Maarten van Rossum een krankzinnige onderneming? Nee, ik ben blij. En ja? Trouwens, ik ben absoluut geen Spanjaard meer. En dat is nu 100% zeker. Dus Spaans-Catalaans, dat mag ik dan echt niet meer zeggen? Nee. Maar wat Maarten van Rossum zegt, toch heel even vragen. Jullie hadden al zoveel. Nou, dat is juist het probleem. We zijn zo ver gekomen juist omdat wij eigenlijk per slot van rekening geen autonomie hadden. En constant, telkens maar weer, allerlei besluiten werden vernietigd in Madrid. En er kwam dus geen geld en er kwamen geen infrastructuren. En dat was een structureel probleem, dat we eigenlijk geen autonomie hadden. Dus wel een eigen taal die je mag voeren en die andere zaken. Die nog steeds verboden is in het Spaanse parlement. Ja. En in het Europees parlement. Ja. Nou, we gaan het er zo uitgebreid verder over hebben. Want we gaan het eerst even over geluk hebben. Nou ja, geluk zit in vele dingen. Voor jullie wellicht in onafhankelijkheid. Maar Maarten van Rossum, we gaan het even hebben ook nog over wat anders. Het nieuwe kabinet. Laten we ook nog even over hebben. Nou, dat in het raamwerk van het geluk? Of hoe moeten ja, we dat wordt dit benaderen? Een gelukkig kabinet? Nou, iedereen zegt van niet. Dus en wie toch ben vind ik dat raar, hè? Want ik word best wel enthousiast als ik al die enthousiaste, relatief jonge mensen daar zie staan. Ja, voor mijn begrip zijn ze inderdaad in het algemeen jong. Dit zijn veertigers. Daar werd ook nog op geweest hoeveel veertigers het wel niet waren die nu aan een grootse politieke carrière beginnen. Ja, dat is inderdaad vrij normaal dat dat gebeurt. Er zijn wel berekeningen waaruit blijkt dat je eigenlijk al ruim voor je veertigste de grote stappen moet maken. Wil je echt een grote politieke carrière maken? Maar dit tussen haakjes. Het gaat ze denk ik toch niet primair alleen maar om de carrière. Maar ook om dat, hoop ik althans, dat ze denken dat ze iets nuttigs kunnen doen. Maar het is een kabinet natuurlijk wat moet opereren met één stemmeerderheid in Tweede en Eerste Kamer. De fractieleiders van drie van de vier vormende partijen zijn in de Tweede Kamer blijven zitten. Ze hebben maar 3,5 jaar, omdat ze al ruim een half jaar verpest hebben met kletskoek tijdens de formatiefase. Nou ja, laten we zeggen, het had wel iets korter gekund dan dit, lijkt mij. Het maakte een weinig dynamische indruk. En u heeft er alle vertrouwen in, hoor ik al. Ik wou dat eigenlijk afsluiten met, omdat we toch over geluk gaan praten. Ik herinner me nog het nu net verdwenen kabinet, wat in het eerste jaar van zijn bestaan echt door alle media werd weggeschreven. Het was kansloos. En ze hadden geen meerderheden in de Eerste Kamer. Er kwam helemaal geen zak van terecht. Nou ja, die hebben er 5 jaar gezeten. En wat je verder ook van het beleid mogen denken, die hebben van allerlei tot stand gebracht. Met als aanvoerder een historicus. Heeft dat enig invloed gehad op hoe zo'n kabinet gaat? Ja, er staat toch iemand aan het hoofd die weet hoe het in het verleden gaat, die de lijntjes naar het heden kent. Ik meen dat de presentator ook historicus is, of ik moet me al verschrikkelijk vergissen. Zeer goed opgeleid. Ja, dat kun je ook wel merken natuurlijk. Het is ook voor een presentator is het een enorm voordeel om historicus te zijn, maar we hebben natuurlijk drie leidende historici in Nederland. Ik zal het verklappen, ik heb les gehad van Maarten Verhoes. Echt waar? Ja. Kunt u Herman nog herinneren? Nee, want dat staat te midden van 200 man op de drift, neem ik aan. Maar hij blonk toch uit? Maar een historicus op zo'n plek. Heeft dat zijn voordelen? Even verder gaan, want Balkenende had ook geschiedenis gestudeerd. Ja. Daarnaast ook rechten, begreep ik. En Rutte heeft ook geschiedenis gestudeerd. En het staatshoofd heeft dus natuurlijk geschiedenis gestudeerd. En Maxime Verhagen had geschiedenis gestudeerd. Dus je zou zeggen,
als het waar is dat een historicus een wat dieper inzicht heeft in de dynamiek van de tijd, en wellicht dus ook in de toekomst, dan zouden we in Nederland werkelijk al jaren in gezegende omstandigheden verkeren. Maar ik heb er eigenlijk nooit iets. Ik heb mijn hele leven geleefd te midden van beroepshistorici. En zij zijn mij nooit opgevallen als hebbende een groter inzicht in de veranderingen van de tijd, laat staan in de onverwachte zaken waarmee de toekomst ons presenteert. Ja, dus u zegt eigenlijk, je leert niet van de geschiedenis. Je kan niet beleid maken, goed beleid voor de toekomst, op basis van wat de geschiedenis ons leert? Nee, er zijn wel patronen in de geschiedenis, maar die zijn net altijd, net precies een klein beetje afwijkend. Dat is ook, hè. Je kunt wel zien, nou, het ziet eruit als een boom, maar ja, u weet zelf hoeveel verschillende bomen er zijn. Maar u bedoelt, de situatie is nooit exact hetzelfde als in het verleden? Nee, en gek genoeg leren we naar mijn idee althans meestal precies het verkeerde uit de geschiedenis. De bekendste les is natuurlijk de ten ondergang van de Weimarrepubliek, het opkomst van het Derde Rijk met alle verschrikkingen van dien in Europa en in de wereld. Met als gevolg dat bij elke dictator ergens in de wereld al direct wordt een nieuwe Hitler. Het moment is daar. Ik moet u onderbreken voor sport. Twente tegen Excelsior. Ja, dit is wel een fijn moment, hoor. Ja. Twente, Excelsior, Chris Robben. Een heel fijn en gelukkig moment voor Hichem Fijk. Wat een prachtige vrije trap. Krult hij eigenlijk binnen. Of nou niet eigenlijk, hij doet het wel zeker. Om Brondel heen. Ze hebben totaal geen kans gehad, Excelsior. Nou, vanuit de vrije trap. Dus Hichem Fijk met heel veel gevoel in het uiterste hoekje. En dus komt Excelsior op gelijke hoogte. 1-1 hier in de Grolsvesten bij FC Twente Excelsior in de 41ste minuut. U vindt dat toch ook een mooi doelpunt, meneer Verhulst? Ja, dit was mooi geschoten, zonder meer. Ja. Goed zo. Maar eigenlijk praat ook gewoon een beetje door, hè, ondertussen. Ik heb wel eens verdedigd dat er bestaat op YouTube, althans, ik heb dat bekeken, een filmpje van, ik meen, 87 doelpunten van Lionel Messi. En dat kan ik iedereen van harte aanbevelen, omdat wat je verder ook van voetballen mogen denken, dat überhaupt van sport, dat is van een zo ongekende effectieve schoonheid, dat je er van moet genieten, dat kan niet. En wat opvalt is natuurlijk handelingssnelheid en precisie. Het is de combinatie van die twee dingen. Ik zie toch dus een lichtje in uw ogen nu. Eerst kijk je op zondag naar de samenvattingen van dit type van wedstrijden. En dan ga je naar boven naar je computer en dan draai je die 87 doelpunten van Lionel Messi. Oh, ik vind het wel een mooie tip. Ja. Maar waar u het eigenlijk over had, dat was de ondergang van de Weimarrepubliek en de opkomst van het Derde Rijk. Die wordt altijd weer getrokken. En dat is in hoge mate misleidend, naar mijn idee. Nou, u zegt zelfs, of u schreef onlangs een artikel waarin u betoogde dat de herdenking op 4 en 5 mei totaal geen effect heeft op het voorkomen van racisme en uitsluiting. Nee, dat is ook wel vrij interessant natuurlijk. Dat als je daar even over nadenkt. Heel Nederland staat vol met monumenten, die betreffen meestal de Tweede Wereldoorlog. En in het bijzonder het idee dat mag nooit meer gebeuren. En we denken dan in het bijzonder aan discriminatie en uitsluiting. Want ja, denk aan de moord op 5 miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In feite een product van discriminatie en uitsluiting in extreme vorm. En toch is het zo dat zodra de Nederlandse bevolking de kans kreeg weer te komen tot discriminatie en uitsluiting. Ik wil niet zeggen dat de hele Nederlandse bevolking het deed, maar vrij grote delen van de bevolking vinden het een prima idee om weer te komen tot discriminatie en uitsluiting. En dat betreft in het bijzonder natuurlijk immigranten in de ruimste zin van dat woord, vooral als je kunt zien dat ze dat zijn. Vandaar dat we ook in Nederland een leuke onderscheid hebben tussen westerse immigranten en niet-westerse immigranten. Met de laatste wordt bedoeld mensen waarvan je meteen denkt, die is niet in Aardemuinen geboren. He? Ja, kijk u even dreigend aan. Hij kijkt naar Mikkel. Ja. Nou, ja, dat is Catalaan in hart en nieren. En dat is niet speciaal een Nederlandse kwaal, maar we zien dat verschijnsel eigenlijk in heel de westerse wereld. Want Trump is in allerlei opzichten een product van dit type van sentimenten. En we hebben zelfs in de meest fatsoenlijke West-Europese landen hebben we last van, op vrij grote schaal, van discriminatie en uitsluiting. Ja. Laten we het gaan hebben over de maand van de geschiedenis. Het thema geluk staat centraal. En zoals overal heb je, ook in Nederland, optimisten en pessimisten. Kijk eens om je heen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Ik denk dat ik een wel boze burger ben. Apen trots op ons land. Er is echt niets wat wij niet kunnen. Ik vind dat er zo ontzettend veel dingen misgaan.
Ons land staat er een stukken beter voor. Eigenlijk heb ik persoonlijk niet zoveel gezien wat mij ten goede komt. Na jaren van tegenwind groeit de economie weer. Aantrekkende economie, dalende werkloosheid. De werkloosheid daalt in hoog tempo. Dan de gekte op de huizenmarkt. Die heeft weer een nieuw record bereikt. Ja, veel praten en weinig doen. Daar nou door de kat of de hond gebeten wordt, is allemaal niks. Zeg het wel eens. Stel dat je criminele land binnen ons. Ik heb dus een plan om een nieuw land te creëren. Maarten Verholtsen, het thema is dus geluk. In die geschiedenismaand hebben we reden om hier gelukkig te zijn in Nederland. Moeten we eerst werken naar een definitie van geluk natuurlijk. Ja, en die hebben we eigenlijk niet. Wat hier in feite gebruikt wordt, is meer de term tevredenheid, denk ik, dan geluk. Want ik denk dat geluk een zeer tijdelijke, maar extreme emotie is. Hè? Een plotseling crescendo waarbij je denkt, alles is zoals het zou moeten zijn. En tevredenheid is meer dat je zegt, nou, we wonen in een land wat eigenlijk zeer welvarend is en waar de meeste dingen vrij behoorlijk zijn geregeld enzovoort. Dat is wat in dat fragmentje waar die twee dingen tegen elkaar aan werden gezet het geval was. Ik sta dichterbij, hoewel ik het vind, ik zal niet gauw het woord gaaf gebruiken, maar ik sta dichter bij de minister-president, zowel de oude als de nieuwe. Als bij die mensen, wat zijn ze ook weer, de criminelen aan het binnenhoven en zo. Dat is een volkomen nutteloze retoriek. Past er dan ook het woord trots bij? Ja, dat is weer een andere definitie kwestie. Kun je trots zijn op iets wat niet jouw eigen verdienste is? Hè? Ik zal maar zeggen, je schrijft een boek over je ervaring als presentator en het wordt hoog geprezen. En ik vind, dan mag je er wel trots op zijn. Want het kan een heel leuk boek zijn geworden waar veel uit te leren valt. Daar kun je trots op zijn. Maar of je op de totale natie trots kunt zijn, dat is dat merkwaardige idee dat als het Nederlands elftal een doelpunt maakt. Ja, ik weet, het is lang geleden, maar goed, vroeger gebeurde dat wel. Zo nu en dan. Geschiedenis, ja. Het is geschiedenis geworden. Dan zijn de kijkers daar trots op. Maar dat is niet de soort trots waar ik iets mee heb eigenlijk. 0,0. We gaan zo verder praten. We gaan even naar de trots in het voetbalstadion bij Chris Wolb. Is er reden om trots te zijn voor Twente dan wel Excelsior? Ja, voor Marino Pušić wel. Want ja, hij heeft er wel deel aan gehad, dit FC Twente. Aangezien René Haken natuurlijk ontslagen is. Maar Pušić als interim trainer heeft niets gewijzigd aan de basisopstelling van FC Twente. En Twente speelt goed. Komt ook omdat Excelsior echt doet alsof het is opgesloten in een kooi met een wild roofdier. Want het is zo voorzichtig in balbezit. Nu krijgt het dan misschien via Mazop een gelukje in het strafschopgebied van FC Twente. Omdat de thuisploeg niet helemaal oplet. Maar Mazop verspeelt van schrik de bal. Maar als Excelsior moet opbouwen, dan lijkt het wel te zijn alsof de spelers denken, laten we niet te veel bewegen, niet te veel doen, want anders wordt FC Twente misschien wel wakker. En als FC Twente dan wakker wordt, wordt het doorgaans meteen gevaarlijk. Behalve dat moment van Hichem Fijk, beeldschone vrije trap. Hij scoorde het laatste doelpunt van de eerste helft die nu af is gelopen en een tussenstand kent van 1-1. Ja, en hier gaan we verder praten over geluk. Dat is het thema van de maand van de geschiedenis. Maar dan zit ik te denken, zijn we, als je naar de geschiedenis kijkt, gelukkiger of tevredener dan de mens in de middeleeuwen in Nederland? Om maar eens even een hele lompe vergelijking erin te gooien. Ja, dat is een hele lompe vergelijking. Ja. Dat is heel lastig, omdat de hele manier waarop de middeleeuwse mens naar de wereld keek zo fundamenteel anders was dan dat nu het geval is. Al was het maar vanwege de dominantie natuurlijk van het geloof. En het geloof is natuurlijk in toenemende mate een maatschappelijk randverschijnsel geworden. De meeste mensen geloven eigenlijk niet. En zeker niet op de wijze waarop dat in de middeleeuwen het geval was. Dat moeilijk. Maar was de middeleeuwse mens überhaupt bezig met geluk of tevredenheid? Ja, misschien binnen wat andere, binnen wat ander raamwerk. Maar ik denk dat zeker de stedelijke bevolking, neem nu in Vlaanderen, hè, dat hoorde tot de allermodernste, meest commercieel ontwikkelde gebieden ter wereld. En die waren ook rijk. Ik denk dat je daar wel een soort modern gevoel, ondanks die godsdienst, wel aan kunt treffen. En in het huidige Nederland, ik vind wel dat de meeste Nederlanders, en je zou het niet zeggen als je ze aan het woord hoort vaak, die zou eigenlijk zich moeten realiseren wat een enorme
geluk ze hebben gehad dat ze in Nederland zijn geboren. Niet in weet ik veel, in Boven Volta of in Bangladesh of in andere gruwelijke streken van deze planeet waar je ook geboren kunt worden. Je hebt het niet voor het kiezen en je paf, daar word je geboren. Niet waar, in het Diakonessenhuis in Utrecht. Ik noem maar wat op. Maar ik vind het wel leuk dat u dat nou juist zegt, want ik denk dat er veel luisteraars zijn die nou bij Maarten van Rossum niet echt denken aan geluk en zo. U moppert altijd, maar daaronder zit gewoon een optimist. Nee. Ik mopper als er goede reden is om te mopperen natuurlijk. Maar ik zie mijzelf vooral als een realist, bovenal. Als er een reden is om tevreden te zijn, moet je niet zeggen dat je ontevreden bent. Dat is niet verschrikkelijk reëel natuurlijk. En Nederland, kijk, ook Nederland is geen paradijs. Maar als je het vergelijkt met andere landen in de wereld, en daarvoor is een hoop materiaal ter beschikking. Je hebt allemaal van die lijsten waar mensen het prettigste leven hebben. En dan zie je al, Nederland staat altijd in de top 10. Het varieert een beetje wat de criteria zijn die ze gebruikt hebben. Maar dan staan we ook soms in de top 5. Dat kan ook veel. Het zijn ook altijd dezelfde landen die in de top zitten. Dat zijn de Scandinavische landen, dat is Canada, dat is soms Australië, Zwitserland, Nederland. België begint al een twijfelgeval te worden. Maar bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten, die staan onder de top 10 meestal. Daar is de boel in allerlei opzichten minder goed in orde dan bij ons het geval is. Laten we eens gaan kijken naar een nieuw land, zou je kunnen zeggen. We hadden het net al even over Catalonië. Spaanse premier Rajoy heeft zojuist een persconferentie gegeven over die ingewikkelde situatie rond Catalonië. Het regionale parlement daar heeft vanmiddag voor onafhankelijkheid gestemd. De centrale regering in Madrid heeft inmiddels de steun van de Senaat gekregen om artikel 155 in te zetten en daarmee de regionale politiek in Catalonië buitenspel te zetten. Correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Goedenavond Edwin, wat gaat de Spaanse premier nu doen dan? Die heeft zojuist besloten dat dat nieuwe land waar je het net over had, dat heeft maar 5 uur bestaan. Rajoy heeft zojuist aangekondigd na een spoedzitting van de ministerraad dat niet alleen de premier van Catalonië al zijn ministers worden afgezet. Een 100-tal topambtenaren, vertrouwenspersonen die voor die regering werken, allemaal hoge functies, die worden allemaal opzij geschoven. Spaanse ministeries nemen daar tijdelijk de leiding over. Maar de grootste verrassing, die bewaarde hij voor het laatst. Toen zei hij dat hij ook het Catalaanse parlement, dat vandaag voor die onafhankelijkheid heeft gestemd, dat parlement wordt opgeheven door Madrid. En hij schrijft verkiezingen uit in Catalonië voor 21 december. En dat is heel snel. Wat betekent dat dan? Kunnen alle partijen daaraan meedoen? Kunnen ze dan weer een nieuwe Catalaans parlement kiezen dat weer dezelfde bevoegdheden krijgt? Ja, je hebt hier in Spanje heb je de algemene verkiezingen in Spanje, maar je hebt ook elke regio heeft zijn eigen autonome verkiezingen. Normaal de enige die dat uit kan schrijven is de premier van die regio. Dat kan nu niet meer. Nu heeft Spanje tijdelijk de macht overgenomen en Rajoy zegt van ik wil dat de mensen in Catalonië zelf gaan bepalen wat zij hier allemaal vinden, wat er gebeurd is, et cetera. Het zijn exact in principe dezelfde partijen die nu ook in het parlement zitten. Een heel verdeeld parlement. Het is eigenlijk ongeveer de helft met iets kleine meerderheid in zetels van partijen die voor de onafhankelijkheid zijn. En die andere helft die een iets grotere meerderheid in het aantal stemmen hadden bij de verkiezingen van 2015. Die zijn tegen onafhankelijkheid. En de grote vraag is dus, wat alles is gebeurd deze afgelopen maand na het referendum op 1 oktober, hoe de Catalaanse gemeenschap, die 7,5 miljoen mensen, waarvan ongeveer 5 miljoen zullen mogen stemmen, wat die ervan vinden. En Rajoy vindt dat zij moeten beslissen en daar heeft hij nu de opdracht toe gegeven. Moet je het zien als een nieuw referendum eigenlijk? Dat zou ik het wel uitleggen, ja. Dan een legaal referendum. Hè. Die van 1 oktober die werd wel vooraf anti-grondwettelijk verklaard en dus illegaal. Dus dit zijn puur legale verkiezingen. Hij heeft beloofd, wat gisteren had de Catalaanse premier Puigdemont serieuze twijfels of die verkiezingen dan in normale omstandigheden konden plaatsvinden of alle partijen zouden mogen meedoen, et cetera. En Rajoy garandeerde vandaag dat het gewoon democratische verkiezingen zijn, dat iedereen dan mag meedoen. En inderdaad, je kan het zien als een soort referendum van degene die de meerderheid haalt, de optie voor de onafhankelijkheid of optie voor blijven bij Spanje. Die winnen dan die race die vandaag voorlopig door Madrid, door de regering van Spanje is gewonnen. Er waren al veel mensen de straat op voor de beslissing viel. Dat is nog steeds zo, denk ik, in Barcelona. Wat doen ze en hoe is de sfeer?
Nou, het was, dus, was een groot feest. Dat heet al de feest, het feest van de Republiek. Op een centrale plein in Barcelona, hartje Barcelona, voor het regeringsgebouw. Daar werd ook 20 minuten geleden de mensen meegedeeld wat Rajoy had, had verteld. Al die maatregelen die hij neemt. En de reactie was eigenlijk, ja, het was een fluitconcert. Maar daarna heel lauw. Het is niet zo dat, dat ze nu woedend door de straten van Barcelona aan het lopen zijn en alles aan het slopen zijn. De mensen blijven op het plein, ze praten. Ze hadden het ook eigenlijk wel verwacht. Iedereen wist dat de regering snel zou ingrijpen. Dat het zo snel zou zijn, dat misschien weer niet. Maar het is alsof, ja, van, nou ja, we hebben even mogen vieren. We hebben er even aan mogen ruiken. En ja, ze weten dat ze op 21 december mogen gaan stemmen daarover. Maar dat feest van nu is een beetje voorbij. Oké, dankjewel. Voor nu Edwin Winkels vanuit Catalonië. Ja, want hier aan tafel zit ook naast Maarten van Rossum de Nee, dat mag ik niet meer zeggen, hè. De Catalaanse Miquel Marsabal Galano. Ik wil de Spaans-Catalaans zeggen. Ja, als u dit zo hoort, wat denkt u dan? Nou, sowieso, Edwin Winkels die maakt één fout. En dat is, in de vorige verkiezingen heeft 1,9 miljoen mensen gestemd op partijen die voor de onafhankelijkheid zijn. 1,6 heeft gestemd op partijen die tegen de onafhankelijkheid zijn. En de rest, dus ongeveer 13%, heeft gestemd op partijen die niet voor en niet achter zijn. Ja. En Edwin Winkels hangt nog. Even reageren, Edwin. Ja, dat is de eeuwige discussie van hoeveel zijn er is. Volgens de telling is er dan, als je, zoals Miquel zegt, misschien juist, er zijn in aantal kiezers is er 52% en nog wat bij de partijen die tegen onafhankelijkheid zijn, of in ieder geval die er niet voor zijn. Dus dat is wel dat is wel een kleine meerderheid die niet uitgesproken voor die onafhankelijkheid van Catalonië is. Maar ja, dat is een gevecht van cijfers wat voortdurend tussen de ene en de andere kant wordt gevoerd. Ja. Nou, dan gaan we even weg bij de cijfers. Want als u dit nou hoort, Spanje is duidelijk, zullen we maar zeggen. Had u dat verwacht, zo snel ook? Ja, dat had ik verwacht, ja. Dan zou ik bijna denken, wat heeft het dan voor zin gehad? Nou ja, het heeft heel veel zin, want Catalonië is nu geen onderdeel van Spanje. Het is nu een republiek. Dus het is nu de Spaanse autoriteit tegen de Catalaanse autoriteit. En zij kunnen zeggen, we gaan de Catalaanse autoriteit aan de kant zetten. Maar wij gaan de Spaanse autoriteit niet gehoorzamen. Nee, maar er komen wel verkiezingen. Er moet een nieuw parlement worden gekozen. Dus... We zullen zien of er verkiezingen komen. Ja, oh, dat is ook nog. Dat kan wel eens niet gebeuren. Nou ja, de Spaanse regering wil verkiezingen uitroepen in een republiek. Dat is in een ander land dan Spanje. Dus we zullen zien of dat lukt. Oké, nou. Ja, maar dan moeten we even wachten, hè? Want het duurt nog even. Interessant, we praten zo over verder. Want het is wel. Het is moeilijk praten met twee landen ineens eigenlijk. Ja. Toch? Maarten. We gaan zo door. Maarten blijft ook nog zitten. Ja, want we gaan na negenen verder praten over dit en schaatsen. Twente Excelsior hebben we natuurlijk ook nog. Dan staat het bij rust 1 tegen 1. En bij het schaatsen inderdaad. De 1500 meter bij de mannen komt eraan. Nou, Nuis, Kramer, Blokhuizen. Tot zo. Je zit in de studio met Maarten van Rossum en Miquel Marsabal. Catalaan is je titel hier. Maar ook schaatsliefhebber. Ja, zeker. En je doet het zelf ook? Ja, maar op laag niveau hoor, marathoncompetitie in Haarlem. Nou, ja. Laag? Dat vind ik heel hoog hoor. Niveau. En maar hoe kijk je dan naar een enkele afstand? Is dat iets wat je wel kan bekoren? Of zeg je, nou, weet je, dat. Ja, fantastisch. Ja, maar ik heb het vandaag dus niet kunnen volgen, want ik was alleen maar bezig met onafhankelijkheid natuurlijk. Ja, dat is niet. Toch wil je nog even plaatsen. Er was vroeger een Spaanse schaatser, ja, Gomez. Ja, zeg je ik dat weet wat? Het. Ja. Maar dat is geen Catalaan, dus dat telt dat niet meer. Nou, volgens mij was het wel een Catalaan. Oh, ja, hij trainde op de ijsbaan van voetbalclub Barcelona, heb ik begrepen. Oké, dus het enige ijsbaantje dat ja, in Barcelona, in Ja. Zeg, we hadden het over, er zijn nu twee landen. Spanje zet het Catalaans parlement buitenspel. Zegt, we gaan nieuwe verkiezingen uitschrijven. En jij zegt, nou, dat is maar helemaal de vraag of dat gaat gebeuren. Wat zou er nu moeten gebeuren in Catalonië? Nou, het plan van de Catalaanse regering is dat er een republiek komt. En de republiek wordt dus, alle nieuwe wetten moeten komen voor de republiek. En een nieuw belastingstelsel en een grondwet enzovoorts. Ja, dat is het plan. Ja, dat klinkt nogal, laten we zeggen, vind je het ook een realistisch scenario?
Of is het een wensdroom? Ik denk wel dat het een realistisch scenario is, maar het zal niet zonder slag of stoot gaan natuurlijk. Wat voor slagen en stoten verwacht je dan? Wij hebben gezien hoe gewelddadig Spanje zich kan uiten tegen de Catalaanse bevolking. En we kunnen natuurlijk verwachten dat ze terugkomen, dat ze Catalaanse politici willen oppakken en dat het volk op straat het zal proberen tegen te houden. Waar komt dit nou toch eigenlijk vandaan? In mijn beleving is, ja, heb je het niet zo zwaar als Catalaans persoon? Maar ik hoor je net discussiëren, terwijl het nieuws liep en alles, met Maarten van Rossum over. Toen noemde je zelfs, wij worden onderdrukt. Ja, ja. Kijk, Catalonië is, we hadden 300 jaar geleden een eigen grondwet, eigen wetgeving, eigen munt, eigen leger, eigen belastingstelsel. We hadden eigenlijk onafhankelijkheid. Dat is ons afgepakt, hè, door een nieuwe koning van Spanje. En dat was een Franse koning, Franse koningshuis. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen voor de Catalanen. En je ziet in de afgelopen 100 jaar dat we de onafhankelijkheid telkens maar weer uitroepen als er democratie is. En dus dit komt van heel ver terug. En de afgelopen 30 jaar wat je ziet is dat de Spaanse regering en de twee grootste partijen van Spanje, die winnen steeds de verkiezingen door zich uit die anti-Catalaans te uiten. En ook te handelen tegen Catalonië. Ja, maar het komt eigenlijk dus van iets wat 300 jaar geleden is gebeurd. Dat voel jij aan den lijve. Ja, maar goed, de afgelopen 100 jaar en dus nog steeds nu zijn we bezig met hetzelfde probleem. En het probleem is dat Catalonië niet past in Spanje. En we proberen al honderden jaren dus dat er een consensus komt, dat we ons prettig kunnen voelen in Spanje, maar dat kan niet. Ja, wat er nu gaat gebeuren, er worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, dan wordt er opnieuw, zou er, hè, opnieuw gestemd kunnen worden. Is dat dan niet het referendum? Want dan kunnen misschien wel, dan kan je voor en tegen kiezen. Dan krijg je echt duidelijk, want we hadden net gedoe over cijfers met Edwin Winkels. Zoveel voor, zoveel tegen. Ja, dan wordt er een referendum gewonnen. Zou dat niet de weg zijn om te maar gaan? Maar dat is niet wat Rajoy wil, hè? Rajoy wil verkiezingen, niet een referendum. Nee, maar aan de hand van de uitslag van de verkiezingen kun je zien. Maar dat is wat wij in 2015 hebben gedaan. Artur Mas, de toenmalige premier van Catalonië, heeft verkiezingen uitgeroepen met het idee, we mogen van Spanje geen referendum houden. Dan gaan we verkiezingen organiseren en die verkiezingen moeten tellen als een referendum. En de resultaten waren, wat ik zeg, 1,9 miljoen voor de onafhankelijkheid, 1,6 tegen. En ja, de rest waren dus partijen zeg je, die niet voor of tegen waren. Het wordt straks weer onduidelijk met die verkiezingen. Nou, ik denk dat wat Rajoy wil, is de partijen die voor de onafhankelijkheid zijn als illegaal verklaren, dus dan mogen die niet meer meedoen. Maar hij zegt van niet nu, maar iedereen mag meedoen. Maar als dat zo is, wat heeft dat voor zin? Want, ja. Zou je voor zo'n grote wending, voor zo'n grote beslissing, niet een grotere marge moeten hebben dan 1,9, 1,6? In een land waar je een normaal referendum kan houden, kan je dat eisen. Kan je zeggen van oké, wij gaan akkoord met het referendum, maar dan moet je 2/3 van die meerderheid hebben. Maar ja, dat kan dus hier dus helaas zijn de regels niet. Gewoon niet. Nee. Maarten van Rossum is hier ook. Wat Mikkel nu zegt, kan je daar iets bij voorstellen, bij dat gevoel? Nou, niet zo verschrikkelijk veel, moet ik zeggen. Omdat ik denk dat de bestaande toestand dat daar wel mee te leven valt. Zeker wanneer je eventueel onderhandelt over die punten waar je dan nog ontevreden over bent. Maar 300 jaar geleden was de situatie zo dat Catalonië. Ja, dat zegt me niet veel. Als je naar de kaart van Europa kijkt, 300 jaar geleden, we zouden ons daarna moeten meten, dan komen er nog hele interessante ontwikkelingen in de komende decennia. Maar dat een van de redenen natuurlijk dat Europa ook zijn vingers niet wil branden aan deze kwestie, is dat je zoveel regio's hebt waar vage gevoelens van autonomie of eventueel zelfs zelfstandigheid leven. En je lost met dat soort van zelfstandigheidsstreven helemaal niets op. Waarom niet dan? Omdat je natuurlijk, als je zelf een staat maakt, dan kom je met allerlei overheadkosten te zitten die je nu niet hebt.
Want je moet een leger hebben, je moet je grenzen gaan bewaken en je moet een diplomatieke dienst ontwikkelen. Nou ja, je moet alle paraphernalia van de soevereine staat hebben. Maar misschien mag Catalonië dat zelf bepalen. Dat is zonde, dat is eigenlijk zonde om die te hebben. Er is wel eens gepleit dat laat Nederland een van de Duitse länder worden. En dan kom je bij een heel wat minder overheidskosten. En het kosten te zitten. Maar dat willen wij ook niet, Maarten. Nou, dan, ik weet niet, als je dan uitlegt dat we dan toch nog een keer wereldkampioen voetbal kunnen worden, dan zouden we misschien er toch wel iets voor voelen. Ik denk juist dat je een wat grotere regionale autonomie goed ontwikkelbaar zou zijn binnen juist de grotere context van de Europese Unie. Ja, een zelfstandigheid, dus een zelfstandige, soevereine staat Catalonië, daar zal de Europese Unie niets, maar ook niets voor voelen. Nee, en dan zit je al met een praktisch onoplosbaar probleem. Het ging er straks over historische parallellen en dat je niet zomaar lessen uit het verleden naar de toekomst kan trekken, dat historici slechte voorspellers zijn. Maar wij zijn ook een keer onafhankelijk geworden van Spanje. Ja, zonder meer. En de Catalanen zeggen, jullie hebben het zelf ook gedaan, vrienden, dus waarom zouden wij niet mogen? Ja, maar de omstandigheden waren toen toch wel een klein beetje anders, denk ik, dan ze nu zijn. Want? Wij waren eigenlijk een middeleeuws gestructureerd land. Wat later de Republiek in allerlei opzichten ook was. Een enigszins ouderwets in elkaar gestoken land. En dat kreeg te maken met sterke centralistische tendensen van de Habsburgse monarchie. En daardoorheen speelde vanzelfsprekend het probleem van de reformatie. En het feit dat de Habsburgse keizer, Karel V, later Philips II, dat die zich fervent hebben ingezet voor de Rooms-Katholieke zaken, met alle gevolgen van dien. En men was in Nederland hoogst ongelukkig met de repressie die daardoor werd voortgebracht. Oké, het was wel anders, ja. Ja, dat was. Ja, bij mijn weten worden er in Barcelona geen mensen verbrand omdat ze de verkeerde ideeën hebben. Michael? Ja. In essentie was het hetzelfde, want dat is intolerantie en repressie. En dat is wat wij hebben. Wij hebben intolerantie tegen Catalanen. Maar noem eens een voorbeeld dan, voor mij. Gewoon een concreet voorbeeld waarvan je zegt repressie. Concrete voorbeelden. Er zijn nu twee leiders van verenigingen met 80.000 leden voor de onafhankelijkheid. Die zijn nu gevangen gezet alleen voor hun ideeën. Dat is repressie. Die mensen hebben niks misdaan. Ja, wacht even, maar die repressie die is volgt op het feit dat Catalonië heeft gezegd dat ze graag een zelfstandige, soevereine staat willen worden. Het is niet zo dat zomaar gebeurd is door de Spaanse overheid in Madrid. Nee, dat is een reactie. Dit is een voorbeeld, maar er zijn veel andere voorbeelden. Op een patroon, daarom zeg ik, ga in gesprek. Nee, maar je begrijpt het niet, want we zijn al de afgelopen 15 jaar proberen wij in gesprek te gaan en er wordt in Madrid alles vernietigd. De Catalanen willen bijvoorbeeld geen stierenvechten. We hebben dus in het Catalaanse parlement verboden om te stierenvechten. Dat mag niet meer. En dat verbod is in Madrid vernietigd. Dus je moet stierenvechten? Wij moeten stierenvechten. Er zit geen kip en hazen toch lekker stierenvechten. Dat is natuurlijk een. Ik sta heel achter je in het bestrijden van het stierenvechten. Wat een vrij primitieve onderneming is, naar mijn idee. Maar laat maar nou wel wezen, voor het wel of niet stierenvechten sticht je geen nieuwe soevereine staat met alle problemen. Nee, ik geef voorbeelden van het probleem die Catalonië heeft, dat het niet past in Spanje en dat de Spanjaarden ons niet laten zijn zoals wij willen zijn. Michael, als je nu ziet de mensen gaan in Barcelona de straat op, sta je niet te popelen om daarheen te gaan? Nou, een beetje wel, ja. Waarom ga je niet? Ja, ik weet het niet. Schaatsen. Houdt je hier. dat zeker. Nee, maar is het niet lastig om hier te zitten en daar die passie te zien die jij jezelf ook hebt? Ja, dat klopt. Ja, maar ik ben daar ook geweest. Ik was daar ook voor 1 oktober voor het referendum. Ik was daar ook. En ik heb gezien hoe de politie kwam en begon mensen te meppen die in de rij stonden en met traangas en met. Dat vond ik ook niet verstandig. Ja. En ik begreep dat Rajoy ook nu wel begrijpt dat dat niet de weg is die hij volgen moet. Als hij stap voor stap bij de redelijkheid blijft en zich aan de constitutie houdt. En zolang de EU achter hem staat, geef ik jullie niet veel kans, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, goed. Dat Maarten, zien. Ik ben toch wat pessimistisch. Nou, ik ben optimistisch, omdat ik het Catalaanse zelfstandigheidsstreven niet als een hoogtepunt van verstandigheid zie. Ja. Mag ik jullie danken? Heren, dank. Fijn dat jullie waren. Maarten Volsum en Michael Marsab.